De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM heeft vanmorgen haar inaugurele vlucht met haar nieuwe Sabaku Boeing 737-800 uitgevoerd. De eerste regionale vlucht was van Paramaribo naar Curaçao en Aruba vice versa. De SLM is blij dat zij na afronding van alle formaliteiten deze vlucht mocht uitoefenen. Sinds de komst van dit toestel op 29 december 2022 hebben alle actoren onvermoeid samengewerkt en kon recent het einde van een succesvol infaseringstraject worden ingeluid. Vooralsnog zal slechts de route Paramaribo-Curaçao-Aruba worden onderhouden. Het aanmeldingsproces van de PZTCV, oftewel de Sabaku, bij de FAA in de United States is deze week afgerond, waardoor hierna ook de vluchten naar Miami kunnen worden uitgevoerd. AirHub Airlines zal deze week nog de vluchten naar Miami uitvoeren, terwijl de SLM met het eigen toestel vanaf de volgende week de vluchten naar Miami zal gaan onderhouden. Met het hebben van een eigen vliegend materieel en identiteit aan boord wordt een nieuwe periode ingeluid voor de Surinaamse vliegmaatschappij.